Nathalie? Schat, met mama. Waar ben je? Het ziekenhuis. Ik kom naar je toe. Welk ziekenhuis? Dat doet er niet toe. Ik wil niet dat je komt. Storm is niet dood, hoor je? Schat, ik kom naar je toe. Blijf daar. Storm! Ik... Mevrouw, mevrouw. Storm! We moeten nu opereren. Ik wil blijven. Mevrouw. Mam, wat is er gebeurd? Storm is neergeschoten. Neergeschoten? Ja. Ze zijn in het ziekenhuis. Mama! Ik moet er naartoe. Kan niet, dan word je opgepakt. Ik ga je alles vertellen. Maakt niet uit hoe lang ik ervoor moet zitten. Ik ga mee. Nee. Kan niet. In ruil voor wat? Bescherming voor mijn kinderen. Dat is niet veilig. Wij hebben hetzelfde doel. Jullie willen die Mexicanen weghouden uit Nederland. Ik moet die Mexicanen weghouden van mijn familie. Schat, ik ben zo snel mogelijk terug. Jullie willen een verband aantonen tussen het transport dat is opgepakt, die Mexicanen en mij. Maar dat heb je nog niet. Wil je me alsjeblieft uitleggen wat er aan de hand is? Nee, ik moet gaan. Godverdomme Carmen, wat is er aan de hand? Jim... Ik heb met jou geen deal meer. En je hebt geen bescherming. Zodra ik voldoende bewijs heb, kom ik je halen, weet je dat? Leef lang denk dat ik hier achter zit. En is dat zo? John. Dan moet hij weg, Kar. Nee. Nee. Maak hem af. Dat wil ik niet. Ja, blijf met je poten van hem af. Natuurlijk niet. Jij hebt geen deal. Niets. Justitie gaat zo geen deal met mij willen sluiten. En ik wil het alleen maar als ik jullie veilig kan stellen. Dat kan ik niet. We hebben morgen een afspraak met jeugdzorg. En als je er niet bent, ze komen om ons gezin door te lichten. Als je er niet bij bent, dan nemen ze de kinderen af. Dat is uiteraard niet op vrijwillige basis. Nee, dat begrijp ik. Koen, Boris en Erwan. John, Nathalie is daar nu alleen. We moeten het doen. Ja. Oké? Okay? Ja, ga maar. Knallen neer. Is niet dood hoor. Hij leeft. Liefje, ik heb het niet gedaan. Ik zweer het, ik was het niet. Lucien is in elkaar geslagen. Is er zeker ook niks van. Door wie? Door wie is die in elkaar geslagen? Maar wat maakt het uit? Iedereen gaat kapot door jou. Ik hoef jou nooit meer te zien. Echt niet. Ga weg. Weg. Ga weg! Hoe is het met hem? Hij wordt geopereerd. Hij wordt geopereerd. Hij vecht voor zijn leven. Jij hebt lef? Ik wil weten hoe het met mijn kind is. En met Storm is... We hadden een deal. Dat ik me zou gaan aangeven, ja. En dat jij mijn kinderen zou beschermen. We hebben nog steeds een deal. Ik deal niet met moordenaars. Misschien moet jij eens op zoek naar de echte moordenaars. In plaats van je obsessie met mij, Jim. Nathalie. Nathalie, ga mee. Mijn excuses voor deze mogelijk iets wat
onaangenaam en onvriendelijke aanpak. Ik spreek met u in naam van El Amarillo. I fuck you too! U bent het kartel 18 miljoen schuldig. De politie heeft alle coke in beslag genomen. Hoe kom ik zo snel aan 18 miljoen? Waar is Rosa? Waar is hij? Rosales. De regels van het kartel bepalen dat een lid zich onmiddellijk na een incident dient te melden. Hij heeft dat niet gedaan. Daarom proberen we hem enigszins onder druk te zetten. Zodat hij dat alsnog doet. U wilt toch niet dat dit ook met uw familie gebeurt? Wij horen graag van u. Het spijt me van het ongemak. Simon Zwart. Simon, met mij. Is het geld van Verzon al binnen? Ik moet alles hebben. Vandaag. Die hele 12 miljoen, alles. Nee, dat is nog niet binnen. Dat kan ook wel een paar maanden gaan duren, Carmen. Dat moet natuurlijk allemaal legaal, hè? Contracten, notarissen, alles. Fuck! Jakar. Luther? We gaan onze handel terughalen. Wat Storm zei. Storm zegt dat die 600 kilo die justitie in beslag heeft genomen er nog is. Is nog niet vernietigd. Storm is neergeschoten. Wij moeten iets doen aan Storm. Was jij het? Nee, natuurlijk niet. Dan moet het Barry geweest zijn. Ja. We doen dit zonder Barry. Ik bedenk wel wat, Kar. Dank je. Hey. Ik moet gaan liggen. Oké. Ik zie. Me mataron la familia, cabrón. Me mataron a mi familia. Mis hijas. Mi mujer. ¿Dónde está la pinche viuda? Ella la responsable. Está colaborando con la policía. O con el cartel. La vas a matar. ¡La vas a matar! ¡La vas a matar! I will kill Carmen. So you pay me, I kill Carmen. Yo te pago. ¿Sí? Sí. Luz? Lucien? Het is oké. Wie heeft dit gedaan? Speedy. Speedy, die zit toch vast? Niet meer. Weet hij van jou en Reina? Ja, dat zie je toch?
Ik neem je mee naar huis. Het is niet veilig meer hier. Nee, ik ga niet met jou mee. Waarom niet? Jij hebt een leven gegokt. Je hebt die codes veranderd en de Jugos hebben er afgemaakt. Ik heb alles gedaan om het te helpen, echt. Jij hebt haar leven op het spel gezet en nu is ze dood. Je hebt gelijk. Ik heb een hele grote fout gemaakt. En nu is ze dood. Ga weg. Blijf alsjeblieft uit de buurt van de Jugos. Ga weg! Daar is aan met die klauwen. Was je baas? Melo! Luther. Zou het afgelopen zijn? Met die meiden in je kroeg? Die meiden kunnen nergens zijn. Ze zijn die paspoorten kwijt. En ik geef ze onderdak, eten, drinken. Nou ja. Wat wil je? Klusje voor je. Ik heb 4 man nodig. Inclusief jou. Morgen rond 5 uur hier verzamelen. Wat voor klusje? Hoor je morgen? Nee. Waar is de pikketrekker? Er is geen keuze. Morgenochtend, 5 uur. Anders rekent Karmas nog af voor wat jullie met Reiner geflikt hebben. En de volgende keer als ik hier kom, is het klaar met die meiden hier. Moet jij hier? Ik wil hem zien. Nee, jij hoort hier niet te zijn. Hoe is het met hem? Je denkt toch niet dat wij een lid van een criminele bende gaan toelaten in een kamer waar een agent ligt die jullie net hebben neergeschoten? Ik heb niets met mijn moeder te maken. Wat deed je dan op het Leidseplein? Jij hebt er gewaarschuwd. Moet ze dan zijn? We gaan hier nu weg. Ja, natuurlijk. Waarom? Die gast wist alles. Die gast is de vriend van mijn dochter. Hij lag bij haar in bed, ja. Hij heeft Nathalie gebruikt om bij jou te komen, Carmen.
God mag weten wat Nathalie mama verteld heeft. Ik ben dag en nacht met hem op stap geweest. Hij weet alles van me. En van jou. Ze had ons allemaal zo opgepakt. Jou ook. Over de rug van je dochter. Ja, natuurlijk heb ik hem neergeschoten. Je hebt het probleem alleen maar groter gemaakt. Want hij is niet dood. Maar hij is ook degene die mij gered heeft op het Leidseplein. Anders was ik nu dood geweest. Je blijft van hem af. Jij weet wie ik ben. Ik heb Reina geholpen. Wat is er? Jij moet mij helpen. Hij vermoordt me. Wie vermoordt je? Milo. Milo vermoordt me. Hij heeft Reina ook verkracht en vermoord. Jij moet mij helpen. Jij moet mij helpen. Jannica! Jannica! We hebben een beetje eten hier. Wat doe jij hier? Ik zag een raampje openstaan. Ik denk, nou, toch even kijken. Leuk plekje, hoor. Ik ben op zoek naar je moeder. Hey, Luus. Zou jij... Zou jij voor mijn afspraak kunnen regelen? Of ben je nog steeds... boos over dit zo? Sorry. Ik weet het goed gemaakt. Oog omhoog. Ja? Voor ons meisje. Vooruit. Doe maar, sla. Kom maar. Niet op mijn neus. Gevoelig. Ja? Kom maar. Kom maar op. Kom. Meppen. Hatsa! Nou! Wat een verdikke me. Nog een keer, jongen. Kom op. Nog een keer. Om eraf te leren. Ja? Ik weet iets beters. Hey, ho, 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 hey! Wat gaan we doen? Als jij mijn moeder wil spreken, moet je eerst iets voor mij doen. En voor Reina.
Doe rustig. Doe je? Ik maak een checklist voor die mevrouw van jeugdzorg van morgen. Het is morgen, hè? Jeugdzorg. Zie je het nog zitten? Met jeugdzorg? Nee, met mij. Ja. Ik doe dit voor ons. Ik ook. Niemand zegt wat tegen me. Hij ligt in coma. Hij heeft een gescheurde lever en een geperforeerde long. Waarom heeft mijn moeder dit gedaan? Geen idee. Geen idee. Ze wilde zichzelf aangeven. Met een lange gevangenisstraf in het vooruitzicht. In ruil voor bescherming voor jou, Boris en Lucien. Wat een deal, wist je dat? En nu? Nu niet meer. Mag ik naar hem toe? Nee, ik kan niet toelaten. Alleen even zien. Slot? Jazeker. Laat hem maar. Aan de kant, kleine, aan de kant. Laten we die gaan weg. Rijd de rot op! Ga weg! Barry! Trap eruit, trap uit! Trap uit! Trap uit, trap uit!
Jij moet gaan praten. Jouw moeder kan niet langer zo doorgaan. Ik ben stom naar een veilige plek, oké? Okay? Gekke huis, man. Hey, jij begrijpt dat ik niet meer meega, hè? Naar de eerste hulp. En jij belt je moeder voor mij? Goed zo. Carmen? Kar? Gaat niet lukken hoor met die Slavische vrienden hier. Hoezo? Er is iets behoorlijk misgegaan. Fuck! Wat doen we? Om 4 uur is het zover. Uw laatste staat alles in de hand. Klok tikt. Kar? We gaan die Karel ophalen. Moet maar, hè? Ik kom eraan. Wat ga je doen? Ik moet weg. Doodgeval. Maar Carmen, we hebben jeugdzorg over een paar uur op de stoep staan. Ik weet het. Ik ben op tijd terug. Beloofd. Doe voorzichtig. Ja. Die 600 kilo die rijdt over precies 3 uur weg bij het NFI. Ze rijden rechtstreeks door naar de vuilverbranding. Ze hoeven niet te wegen, hoeven zich niet aan te melden, niks. De rippen wordt vlak voor de tensie gaat. Justitie weet niet dat er gelekt is. Wat denk je? Je gaat wel mee. Dat gaat niet. Als dit een afrekening is, dan... Dit is geen afrekening. Als dit een afrekening is en ik krijg een blauwe boon in mijn buik, dan wil ik jou als laatste aankijken als ik ergens lig te creperen. Is niet onderhandelbaar. Je gaat mee. Oké. Okay. Oké. Okay. Maar uit de overjatten, dat is te gevaarlijk. Hier, kijk. Zodra het transport voorbij die weegbrug is, dan zijn ze zo bij die stortkoker, die vuilkoker. En dan ligt het daarna binnen een paar minuten in de oven. Dus dat werkt niet. Dus ik denk dat je ze daarvoor moet pakken. Dus jij zegt onderscheppen voordat ze naar binnen gaan? Ja. Gaan wij hier met een busje in tegengestelde richting staan? Ook in laden wegwijzen. Dus niet zonder risico? Nee, natuurlijk niet. Met 5, 6 man moet het lukken. Dus wat zeggen we over het ongeluk? Als ze er niet naar vragen, dan niks. En als ze er wel naar vragen, dan zeggen jullie gewoon dat het ongelooflijk stom was. En dat je er spijt van hebt. En voor de rest zijn we gewoon een gezin. Waar is mijn moeder eigenlijk? Die wil nog even sporten. Die komt zo. Sporten?
Oké, top. Ja. Oké, Doop is nu vertrokken vanuit het NRV. Ze zijn wat later. Shit! Ja, maakt toch niet uit, hebben mijn mannen meer tijd om in positie te komen. Ik moet op tijd thuis zijn. Thee drinken met de kinderen? Dat snap jij niet. Goedemorgen. Het is clean. Sorry. Goedemorgen. Deborah Correa van Bureau Jeugdzorg. We hadden een afspraak. Ja, klopt. Kom erin. Mijn vrouw die moest naar de zaak vanwege een noodgeval. Ach, niks ernstigs, hoop ik? Nee, dat hoop ik niet. Nou, mijn jongens zijn in ieder geval op tijd. Nu het transport nog. Denk goed naar de laatste tijd, storm. Voelde je iets aan om iets anders dan anders? Toen jij wist dat hij in de koffer was, dan als jij het al weet. Wie weet het dan nog meer? Je moeder? Lute? Berry? En nog meer? Ik weet het niet. En Berry is meer een uitvoerder, geen denker. Is wel onbetrouwbaar, dus dat zou kunnen. Lute? Je moeder heeft hem uit de bak gehaald. Is keihard. Doet alles voor haar. Heb je de laatste tijd contact gehad met Storm? Nee. Hey, Luther, wat doe je hier? Niet dat ik weet. Voor wie werkt Luther eigenlijk? Voor je moeder of voor Berry? Weet ik veel, jij bent een regisseur. Je wilt toch ook dat het nooit meer gebeurt? Moet je me wel wat geven? Heeft Storm iets gezegd tegen Luther, waardoor hij dood moest? Daar zijn ze. Nathalie? Ik weet waar de kook van Carmen is. Er ligt 600 kilo op het NRV voor onderzoek. Nathalie? Ik weet wanneer het transport eruit gaat. Wat? Er was iets met een transport vandaag. Godverdomme, ze hebben het door. Blaas het af, ik moet mijn jongens daar weghalen. Niks afblazen. Mijn jongens zitten daar, ja, dus ik blaas het af. Dat kan niet, Betty. We kunnen niet stoppen. We moeten die kook hebben. Shit. Fuck, zie je, ze hebben het door. Afblazen, nu. Te laat. We moeten door. Duidelijk, Ben. Ja. Die bus moeten we hebben. We moeten die bus hebben. We moeten achter die bus aan. We moeten omhoog. Bij afwezigheid van uw vrouw. Laten we maar gewoon beginnen. Ja. Werkt u ook voor het bedrijf? Ik bedoel, is het een familiebedrijf? Nee, ik werk niet in het bedrijf. Ik ben huisman. Kijk, moderne man. Nou ja, van justitie weten we natuurlijk van de activiteiten van uw vrouw. Wat voor werk doet zij precies?
Zaken. Vastgoed. Vastgoed. Direct loading. Nu! Ja, maar als u dat precies wil weten, zult u dat toch echt aan mijn vrouw moeten vragen? Nou, meneer Van Walraven. De Weert, sorry. U kunt beter meewerken. Zet vast! Hier blijf, hier blijf! Waar is uw vrouw nu precies? Als het goed is die onderweg. Pasje! Pasje, klein pasje! Hoe komen we in de kraankabine? Waar is de kraankabine? Kraankabine? Ja. Bij de kraankabine, kom op! Hier! Een stuk dieper terug. Ik begrijp dat er een risico bestaat dat Irwan junior en Boris en Koen uit huis worden geplaatst. Dat moeten we natuurlijk niet willen. Nee. Gebruiken jullie drugs? Nee, nooit gedaan. Nee, nee. Wat is dat? Deze kant op! En nu? Ik? Veel mee. Zitten blijf! Dat pakket daar. Uit die bus. Dat moeten we hebben. Kankeren! Daar! Dat pakket moet daarin. De direct loading. Je portemonnee? Betty. Luister, vriend, ik weet wie je bent. Eén woord en ik maak je af. Duidelijk? Wat? Niks. Heel fijn. Volgende keer beter. Ja. Nou, bedankt voor je geduld. Ik bel voor een nieuwe afspraak. Maar ik wil heel duidelijk zijn. Met Koen en Boris zullen we een traject ingaan. En wat betreft kleine Irwan. De procedure om het voogdijschap loopt nog. Dus ik wil u en uw vrouw op het hart drukken de volgende afspraak serieus te nemen. Ja, dat zal ik doen. Ik geef het door. Tot ziens. Tot ziens.
mail van... John de Weert. Spreek uw bericht in na de toon. John? Het spijt me dat ik er niet ben. Ze willen die coke jatten, maar dat is mislukt. Het is gewoon wel over ingegaan. Je hebt het heel goed gedaan. Jim, haal je even koffie voor ons? Ja. Hoe gaat het met je? Trek je het een beetje? Mag ik bij hem blijven? Ja, dat is goed. Op één voorwaarde. Ik heb de coke. Dat is een mooie eerste stap. Maar ik heb tijd nodig. Om het om te zetten in geld. 2-3 weken. Ik zal een goed woordje voor u doen. Goed. Luther. John. Ze hebben spullen gepakt en ze zijn weg. Waar was je nou? Ik kan wel wat hulp gebruiken. Pap, wil je me helpen met huiswerk? Laat hem maar. Hij denkt aan mama. Zo. So.